De plooien tussen LVV-minister en CVH's zijn glad gestreken. De LVV-minister die heeft er onlangs een besluit genomen dat buitenlandse vissersboten nu ook mochten aanmeren bij de zeel. De minister had daartoe enkele redenen opgegeven, maar het CVH-personeel liet het niet daarbij, als ook de bond. Nu na wat gesprekken gevoerd te hebben met de directie als ook de bond van CVH's is het besluit van de minister teruggedraaid. We spraken met parlementariër Mahinder Jogi hierover. We spraken met DNA-lid van de VHP Mahinder Jogi hierover en het parlementslid die reageerde als volgt. Vindt u hiervan dat de partijen zich hebben kunnen vinden, heer Jogi? Dit betekent dus dat de argumenten die de minister heeft gebruikt bij het nemen van het besluit dat 80 boten niet meer hoeven aan te meren bij CVH's en door kunnen gaan naar zeel, dat de argumenten van de minister niet juist waren. Was het zo dat de argumenten van de minister juist waren, dan was de minister niet teruggefloten. En de minister heeft meegewerkt dat hij teruggefloten is, omdat de minister zelf tot de conclusie is gekomen, nogmaals, dat zijn argumenten niet juist waren. En daarom zeg ik, een minister, ongeacht welke minister, moet doordacht handelen. En de minister van LVV moet doordacht handelen. En de minister van LVV is behoorlijk onder vuur, dat u ziet van veel kanten. En juist daarom, dat is meer de reden waarom hij heel doordacht zijn dingen moet doen, goed overwegen, niet emotioneel handelen, zichzelf niet in problemen brengen, de regering ook niet in een moeilijk parket zetten. En ik ben blij dat er rust is gekomen daar en ik hoop dat er rust komt, maar er moet een algehele schen komen in die hele visserijsector. Wij zitten als land in een diepe crisis. De president heeft aangekondigd dat de heer Brunswijk, de vicepresident van het land, gaat trekken aan de ordening van de goudsector. En dat wanneer dat goed gedaan wordt, wij ongeveer 500 miljoen, dat is een half miljard, op jaarbasis US dollars kunnen binnenhalen. De president heeft aangegeven dat wat betreft de export en de kap van rondhout, daar ook ordening en onderzoek komt. Omdat blijkt dus dat we bijkans een 100 miljoen missen op jaarbasis. En zo ook de visserijsector. We horen al jaren klachten dat vis wordt gesmokkeld naar Guyana en elders naar Trinidad. Er is recent nog in Guyana onderschept een bestelwagen met vis en garnalen uit Suriname. Dus die hele vissector heeft de potentie om ook een heel grote bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname. En zeker in deze tijd van vandaag hebben we die bijdrage van de visserijsector nodig. Maar dan moet er sprake zijn van een plain field situatie. Niet dat mensen zich in een bepaalde positie inwerken om zich te bevoordelen of anderen te bevoordelen. Maar wat voor A geldt moet ook voor B gelden. En zeker met betrekking tot zeel moet je ook zeggen dat zeel ooit een bedrijf is geweest dat heel veel winst heeft gemaakt, goede zaken heeft gedaan. En dat ook zeel onder de loep genomen moet worden. En zeker is het misgegaan bij zeel vanaf de jaren 1996. Waarin zeel een andere NV is opgericht om Sibop garnalen te pellen. Mensen hebben aandelen daar gehad en de minister moet dat gaan onderzoeken. Wie de mensen zijn die aandelen hebben gehad. Wie de mensen zijn die binnen zijn gekomen in zeel. Hoe de mensen die aandelen hebben gehad. De minister moet gaan onderzoeken hoeveel vergunningen zeel had en hoeveel vergunningen zeel nu heeft en waar de vergunningen van zeel naartoe zijn gegaan. De minister moet gaan onderzoeken hoe het zit met de opslag van olie bij de visserijdienst en wat voor olie de mensen krijgen, wie die olie binnenbrengt, tegen welke prijs olie wordt binnengebracht, tegen welke prijs olie wordt verkocht. De minister moet gaan onderzoeken of heden het zo is of in het verleden het zo was dat mensen olie hebben gesmokkeld en dat binnen hebben gebracht en daarmee grote geldbedragen hebben verdiend. Dus er moet een complete reorganisatie, maar een schen gemaakt worden van die visserijsector, zodat inderdaad geen oneigenlijke dingen daar gebeuren, toch? Maar dat die sector ingezet wordt voor de ontwikkeling van Suriname,
Dat wordt ingezet om deviezen te genereren voor het land, arbeidsplaatsen te genereren voor het land, maar ook op een eerlijke wijze vergunningen worden verstrekt of verlengd voor mensen. Dat het transparant is, dat het voor iedereen volgbaar is en voor iedereen duidelijk is. Ofschoon heer Jogi het een farce is geworden van de vorige regering door steeds aan te geven wat ze willen van de landbouw in Suriname, een voedselschuur, zien we dat het bij deze regering nog niet duidelijk is of hebben het verkeerd. Die gemeenschap krijgt die informatie niet waar deze regering in feite welke richting op ze willen gaan met bijvoorbeeld landbouw. De president heeft aangegeven dat bij het crisisbeheersing en herstelprogramma dat een concept af is, dat daaraan ook zo'n 100 stuks projecten gekoppeld zijn geworden. En in die 100 projecten moet er ook projecten zijn zeker die te maken hebben met de agrarische sector. Maar ik ben het eens met u dat we nu zeker moeten aangeven welke richting wij opgaan als land en wat wij willen ontwikkelen en waarom wij dat willen ontwikkelen en wat het rendement zal zijn voor die samenleving. De agrarische sector is een sector nogmaals dat veel potentie heeft. En we hebben ooit 700, 800 plantages gehad in dit land. En natuurlijk praat ik niet over de wijze, maar ik wil u aangeven dat er grootschalig landbouw is gedaan in Suriname. Al wel onder voorwaarden die niet goed zijn en zo moet het niet, maar die potentie is er, die bodem is er, die vruchtbaarheid is er. En we hebben toen gezien dat heel veel dat geproduceerd werd ging richting Europa. Nou, wanneer 500 jaar geleden en 600 jaar geleden reeds die behoefte aanwezig was om cocoa af te zetten en koffie af te zetten en katoen af te zetten en andere zaken af te zetten, moet vandaag die behoefte er ook aanwezig zijn. Dus wanneer wij vandaag in een crisis zijn en weinig geld hebben of minder geld hebben, en daarom is het belangrijk dat wat de president heeft gezegd van luister, we zijn bezig te praten met de schuldeisers via Lazard. We zijn bezig te praten met IMF, maar we hebben nog een andere window waarvan wij gebruik willen maken. En dat is namelijk het binnenbrengen van contant goedkoop geld. Want wanneer je bijvoorbeeld met IMF in zee zou gaan, en we komen tot een vergelijk, IMF en de regering, dan gaan de mensen jou ondersteunen. Maar de ondersteuning die de mensen jou gaan bieden, is geld dat gaat liggen bij de centrale bank. Ter ondersteuning van je monetaire reserve, ter stabilisatie van je koers. Maar je hebt geld nodig om die landbouwsector tot ontwikkeling te brengen. De sector die heel veel werkgelegenheid herbergt. De sector die productie ontwikkelt en kan ontwikkelen. De sector waarin redelijke mate infrastructuur aanwezig is. Dus je zal geld moeten hebben om te investeren. En ik ben eens met u dat we nu in deze crisis heel serieus moeten gaan nadenken welke de sectoren zijn die ons op korte termijn rendement kunnen opleveren. Die low hanging fruit waarover de president praat, kan je plukken in die landbouwsector. En dat is duurzaam. In de toerisme sector kan je dat ook doen, maar zeker in de landbouwsector. Bovendien moeten we weten dat de wereld eten nodig heeft. En wij kunnen als land, als producent van voedsel, zeker een belangrijke bijdrage leveren om mensen te voeden in de wereld. En dat we in ruil daarvoor harde valuta krijgen.